Dat roken slecht voor je gezondheid is, weten we allemaal. En dit is niet voor iedereen even makkelijk. Sine Fuma begeleidt heel veel mensen naar een rookvrij leven. Op welke manier zij dit doen, vertelt Nicole Hoogwerf ons. Er roken zoveel mensen omdat de verslaving onderschat wordt. Mensen die niet roken zeggen heel vaak stop gewoon met roken. Dat is echt te kort door de bocht, te makkelijk. 80% van de rokers wil graag stoppen met roken. Maar 3% van de mensen kan cold turkey stoppen. Als je je laat begeleiden door professionele coach, vertienvoudigt je kans op een succesvol stoppen met roken proces. Er zijn verschillende manieren van stoppen met roken begeleiding. Je kan stoppen in een groep of je kiest voor een individueel traject 1-op-1 bij jouw coach. De methode kent 2 pijlers. Dat is deskundige begeleiding en hulpmiddelen. In 7 bijeenkomsten begeleiden we deelnemers om rookvrij te worden. De eerste 2 bijeenkomsten zijn voorbereidend. De derde is de stopdag. En dan zijn er 4 bijeenkomsten om rookvrij te blijven. Het wordt gedaan door een professionele coach. En de groepsdynamiek is daarin belangrijk. Ze kiezen een hulpmiddel en dat kan een nicotinevervanger zijn of een medicijn. Medicijn gaat via de huisarts en het hulpmiddel kan via de coach. Daarna is de stopdag waarin ze echt met elkaar niet meer mogen roken. En daarna zijn er 4 bijeenkomsten waarin nog meer hulp wordt geboden om risicovolle situaties te vermijden en rookvrij te blijven. Een rookvrij leven heeft mij opgeleverd dat ik niet meer continu bezig ben met mijn eerstvolgende sigaret. Continu bezig ben met de vraag of ik nog genoeg sigaret heb om de dag door te komen. Ik draag niet meer continu die stank rondom me waar ik zo'n last van had. Het sociale stigma wat erbij komt kijken. Ik ben heel blij dat het uiteindelijk gelukt is om te stoppen met roken na diverse pogingen. Ik heb het heel vaak geprobeerd om het alleen te doen. Maar uiteindelijk is het gelukt door een groepstraining in combinatie met nicotinepleisters. En dat is uiteindelijk geweest wat mij definitief heeft doen stoppen met roken.